Goedemiddag allemaal. Welkom bij een extra live uitzending. Op de woensdagmiddag even weer een spontane live uitzending. Ik had nog allerlei dingen liggen van gisteren van onze live met de Maremis boeken. En ik denk, weet je wat, ik ga er toch nog even een extra pagina bij maken met dezelfde materialen. En mocht jullie het leuk vinden, dan kunnen jullie inschakelen. Mochten jullie het, ik had het net even nog snel gedeeld in de groep dat ik wellicht rond deze tijd live zal gaan. Heb je dat gemist en wil je alsnog, dan kun je gewoon later meekijken. Ik ga weer verder met het spooky boek. Spooky Persona's. Nou, het is niet alleen voor Halloween. Ik ga er weer gewoon een andere creatie mee maken. Er zitten allemaal leuke plaatjes in. Ik heb al diverse plaatjes uitgeknipt. Dus mijn boek is niet meer compleet. Wat ik ook ga gebruiken uit dit boek is vandaag gewoon de achterkant van een van deze velletjes. Want die vond ik zo ontzettend leuk. Wat ik ook ga gebruiken. En ik ga, ik heb gewoon even gekeken dat ik een van de minst mooie pagina's heb gepakt, zeg maar. En dat was al een hele moeilijke keuze. Nou, gisteren heb ik deze pagina gemaakt. En ik wil daarmee verder gaan. Nu twijfel ik alleen even of ik aan deze kant ga werken. Of aan deze kant. Ja, in principe maakt het niet uit. Ach, ik kan ook wel deze kant gaan doen. Even kijken, hij moet ongeveer, even kijken, de hoogte wil ik wel eventjes af gaan tekenen. Dit is trouwens het nieuwste journal van Dutch Doobadoo. Ik ga alles straks nog even voor jullie linken. Dat is de bovenkant van mijn pagina. Dan weet ik dat ik hem daar moet knippen. Het kan zijn dat ik straks nog een gedeelte van de bovenkant afscheur, maar dat gaan we zien. Even kijken, hij moet ongeveer tot daar komen. Ik wil dit gedeelte zo af gaan scheuren. Ik ga nu even één pagina maken, omdat ik twee gewoon niet ga redden vanmiddag. Dat was te veel. Maar weet je, soms is het ook gewoon lekker om even een uurtje gewoon bezig te zijn. Eén pagina is ook genoeg. Deze ga ik dan zometeen hier aan de zijkant vastplakken. Dan gaan we weer met een beetje gesso aan de slag. Nou, ik vind dit altijd wel net iets lastiger werken, omdat het in een boek zit. Maar goed, daar gaan we ons wel mee redden. Ik ga dit even aan de kant leggen. Dat zijn wat spulletjes die we er straks bij gaan gebruiken. Ik ga er uiteraard weer een penseel bij pakken. Mijn gel medium. En we gaan onze pagina even goed insmeren met de gel medium. Dus ik heb gewoon nog een beetje dezelfde materialen ook liggen als gisteren. Het zal wellicht wel een ander soort pagina worden. In wat andere kleurtjes. Maar wel een beetje dezelfde basisproducten. Ik had het nog liggen en ik denk, weet je wat, laten we niet te moeilijk doen. Zo hoef ik het niet gelijk al op te ruimen. En kan ik ook... hebben jullie ook nog weer wat te zien. Deze ga ik hier opplakken. En ik kon voor mezelf gaan zitten knutselen. Ik denk, ik kan ook de live aanslingeren en jullie mee laten kijken. Of ik het helemaal af ga krijgen, dat weet ik ook niet. Oh, thank you, Marta. Nice to see that you are also watching this live.
even deze goed vastplakken. Nou, gel medium kan je ook over je pagina doen. Dan is die ook gelijk weer gesield. Nou, oh. Kijk, ik wil nu te snel doen. Moet het wel even tijd gunnen om het vast te laten gaan. Nou, dit is dus het nieuwe journal van Dutch Doobadoo. Met een mooie houten voorkant of soort MDF. Die kan je dan zelf nog gaan pimpen. Ik ga deze eventjes een beetje feunen. Nou, mijn papier is ietsjes krom, omdat ik ook aan de andere kant al gewerkt had. Maar weet je, het is een art journal pagina en daar mag alles in. Het hoeft niet allemaal netjes strak en recht te zijn. Wat ik altijd wel wat lastiger vind, en daar moet ik dus ook een beetje mee oppassen, dat ik dus niet te veel ga feunen, zodat ik de producten wat aan deze kant zijn weer kapot feun. Dus ik wil gewoon hier ook niet te veel poespas op gaan doen. Waar ik weer mee begin, is even met mijn gesso. En ik doe even een klein beetje weer op mijn kraft of op mijn glasmat. Ik zal even deze pot ook dicht doen. Ja, met die achterkant kan je ook ontzettend leuke dingen doen. Dat zijn gewoon hele mooie designs. En ik wil gewoon hiermee ook laten zien dat je dus deze boeken echt niet alleen voor de Halloween hoeft te gebruiken. Maar jullie weten wel, Halloween is, vind ik niet echt wat om veel mee te doen. Dat past niet bij mij en op deze manier kan ik toch ontzettend leuke dingen met deze boeken gaan doen. Ook aan de zijkant wil ik een beetje gesso. Ik denk dat we ook maar gewoon weer die kleur Old Lace erbij gaan pakken. Die had ik er gisteren ook bij. Weet je, alles ligt hier gewoon nog. Dus we kunnen gewoon weer lekker ermee verder. De Old Lace is een kleurtje wat ik gewoon heel veel gebruik. Marta gebruikt dat ook heel veel. Die past gewoon perfect bij deze Maremis boeken. Eigenlijk bij bijna alle boeken wel. We gaan er straks, hier zit een beetje oranje in, dus we gaan ook nog een beetje oranje op de achtergrond doen. We gaan een beetje grijs zometeen nog op de achtergrond doen. Ik ga die achtergrond weer een beetje nog met wit er overheen blenden. En je kan daarvoor een witte verf pakken of je kan een gewoon de witte gesso er weer bij pakken. En nu gaan we er straks nog met kleurtjes overheen, mask stencils er overheen. Zodat er dus gewoon weer netjes zoals altijd één geheel gaat worden. Dus dan dat we die scheurlijn daar straks een beetje weg hebben. Even kijken, ik heb nog iets meer gesso nodig. Je kan dit ook tamponeren doen als jij dat makkelijker vindt. Kijk daar gewoon zelf even naar. Dus dit laat ik daar nog iets verder doorlopen. Langs die zijkanten wil ik straks nog iets meer grijs hebben. Even kijken, dit is in principe wel genoeg. Ga even kijken qua plaatjes. Kijk, want ik had die hele leuke gele maan.
Die wilde ik erop gaan doen. Ik had nog uit het boek een heel mooi vogeltje. Die past er ook heel goed bij. En ik had dit meisje uitgeknipt. Dat meisje komt daar. Dan komt daar nog een beetje schaduw onder. En even kijken. Ik had ook nog een... Deze is ook wel leuk. Die kan daar wel. En dan hoeft deze vogel eigenlijk helemaal niet. Nou weet je, ik denk dat ik deze pagina gewoon lekker rustig laat qua elementen erop. Dan kan ik daar nog wat gaan stempelen. Even kijken, waar ga ik mee beginnen? Ik ga wat extra kleur aanbrengen. Extra kleur, even kijken. Omdat dit een beetje grijs is, denk ik dat ik de Hickory Smoke wel heel mooi erbij kan gaan doen. En ik denk dat toch de kleur Tea-Dye wel weer heel mooi zal zijn. Of een klein beetje bruin. We gaan eens even kijken. Ik begin eerst met de tea-dye. Moet ik even mijn verf toch iets laten drogen? Ik wil niet te snel. Deze achtergrond is mooi rustig, dus daar kunnen we lekker een beetje nog op gaan stempelen. Oh, ik kan misschien straks ook nog wel een paar leuke kleine pompoenetjes erbij doen. Dat is misschien ook wel leuk. Kijk, over die scheurlijntjes ga ik dus ook gewoon nog weer wat kleur aanbrengen. En dan poets je daardoor eigenlijk alles weer een beetje weg. Even kijken, hier bovenaan wil ik ook gewoon nog wat meer kleur. Nou, dit kan je ook wel met inkten doen. Je kan dit ook met ander soort krijtjes doen. Als je bijvoorbeeld de Neo Colors hebt, die zou je er ook prima voor kunnen gebruiken. Daar onderaan nog wat. Nou, echt, ik had deze crayons zo lang al liggen en ik deed er nooit wat mee. En ik vind ze nu gewoon geweldig. Klein beetje van deze kleur. Een klein beetje grijs erbij. Dus dit is de kleur Hickory Smoke. Het zijn krijtjes die reageren op water. Maar je hoeft het niet per se met water uit te vloeien. Weet je, er zijn overal zoveel verschillende techniekjes voor. Ik vind dit gewoon lekker laagdrempelig. Gewoon, dit kan iedereen. Ook hier onderaan nog net iets meer grijs, iets meer kleur nog. Nou, wil je dat toch nog iets meer uitvloeien, kan je dat ook met een vochtig doekje nog een beetje uit gaan poetsen. Zou je ook hier nog kunnen doen. Kijk, zie je, dan krijg je alweer een heel ander effect. Laten we die daar weer een beetje doorheen lopen. Die gaan we ook hier nog een beetje doen. Ja, babydoekjes, dat is hier ook een perfecte match bij. En weet je, met die babydoekjes dan heb je ook niet zoveel viezigheid. Kijk, zie je dit? Wat toch al onwijs leuk. Daar kunnen we straks weer een beetje overheen spetteren. Nou, dat meisje dat kwam daar te staan. En nu hebben we die kleuren dus alweer mooi een beetje daarin verwerkt. Die gaat daar komen. Dit zijn nu gewone billendoekjes. Dat vogeltje komt daar. Nou, dan kan er straks nog een leuke tekst op.
Hey, die had ik gisteren, kon ik die niet gebruiken, die tekst Pumpkin Kisses. Maar vandaag kan die natuurlijk wel heel mooi hierop. Ik heb ook nog een... Oh, ik moet straks even van die zwarte vogels uitknippen. Ik had nog een paar van die zwarte vogels. Even kijken. Uiteraard zijn we er nog langer niet. Ik heb deze leuke stempel nog. Die had ik gisteren ook. Die ga ik vandaag ook gewoon weer gebruiken. Deze keer ga ik hem met de zwarte inkt doen. Kom daar een stukje, daar een stukje. En hier onderaan. Even kijken, dan hebben we nog leuke stipjes. Die stipjes ga ik deze keer ook met zwart doen. Die stipjes parkeer ik er een beetje naast. Daar wat stipjes. En daar nog wat stipjes. Even kijken. Die gaan we iets schoonmaken. Ik moet straks na de live nog even weer alles gaan linken. Dit is de stempel Stamp 735. Ik vind voor deze, denk ik, zo'n spettertje wel leuk. En dat nummertje 5. Nummertje 5 kunnen we daar weer leuk overheen stempelen. Even kijken. Deze keer doen we gewoon iets meer met zwart erbij. Eén keer donker en één keer iets lichter. Die gaan we daar ook stempelen. En daar een klein gedeelte. Even kijken. Dan doe ik die tekst straks iets die kant op, zodat hij daar ook nog weer uitkomt. Spettertjes zaten daarop. Krijtjes van Caran d'Ache. Ja, die neocolors en zo kan je er ook heel goed voor gebruiken. Er zijn ook allerlei andere soorten krijtjes. Je hebt ook nog woodies. Te gekke krijtjes heb je nog. Weet je, er zijn allerlei materialen. Kijk gewoon wat jij hebt. Het hoeft ook niet altijd hetzelfde te zijn, hè? Ik heb ook nog wel hele leuke mask stencils. Deze uit de Dreams collectie vind ik ook wel ontzettend leuk. Die wil ik er iets overheen poetsen. Maar dan ga ik eerst even zorgen dat mijn inkt toch wat droog is. Dat ik anders bang ben dat ik het een en ander door elkaar heen ga laten vloeien. Dat is niet de bedoeling. Even kijken. Ik denk dat de kleur Lost Shadow net wat te licht is. Ik hoop dat de kleur Glittering Smoke goed uit gaat pakken. We gaan het gewoon proberen. Beetje Distressing Hickory Smoke.
En dat poetsen we er overheen. Even kijken hoe dat uitpakt. Kijk, zie je, dat is gewoon lekker lichtjes er zo in. Ga ik ook hier aan de zijkant doen. Even kijken, daar wil ik wat van die kleinere figuurtjes van hebben. Kijk, want zo werk je ook een klein beetje die zijkanten nog weer weg. Kijk, daar een stukje nog. En dat gaan we hier bovenaan ook doen. Dan gaan we zo even lekker met zwart nog spetteren. Oh, dit gaat ook helemaal leuk worden. Er mag van mij nog iets meer van dat donkere kleurtje bij. Ik vind dat gewoon wel lekker ophalen in het geheel. Daar bovenaan nog een beetje. Daar nog wat doorpoetsen. Dan hebben we onze mooie tak nog. Die, dat boomtakje, die had ik gisteren ook gebruikt. Ik denk dat die bij deze ook wel weer leuk is. Even kijken. Of. Het is ook wel leuk weer wat anders te gebruiken, hè. Deze takjes, die zijn ook leuk. En die kunnen best wel in het zwart of in het grijs. Even kijken wat voor kleur gaan we daarvoor pakken. Als ik daar nou eens de Morning Mist voor gebruik. Vergelijkbaar met Wasco. Nou, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Wasco heb ik nooit meegewerkt. Dus dat kan ik niet zeggen of het daarmee te vergelijken is. Waarschijnlijk wel. Maar probeer het gewoon even. Kijk, dit is toch ook leuk. Komt er daar een paar. Dan moet ik even mijn acrylblokje iets anders houden. Want anders kom ik ruimte tekort. Die komt daar nog een beetje tussen. Oh, die is toch ook leuk. Nu wil ik alleen de bovenkant net iets donkerder hebben. En daar ga ik dat bovenste gedeelte van mijn stempeltje voor gebruiken. En dan stempel ik er die zo op de kop een beetje overheen. Dus dat er gewoon een soort schaduwrandje bovenaan nog komt. Gaan we straks ook nog een beetje aanzetten weer met een crayon of iets dergelijks. Oh, dit gaat al helemaal leuk worden. We hoeven er straks al niet eens zo heel veel meer bij te doen. Deze gaat daar komen. Bij deze moet ik nog even die stukjes tussen het pootje wegknippen. Ja, we moeten natuurlijk straks nog de finishing touch, hè. Dat het afwerken, dat maakt het natuurlijk helemaal mooi. Die gaat daar komen. Ik kan ook dat meisje iets, weet je, ik zet ze ietsjes deze kant op. Deze doe ik daar. Zet ik haar daar zo voor. En dan ga ik eens even kijken of ik nog een leuke pompoen heb. Die zit vast wel ergens in mijn boek met plaatjes. Ik
vind het wel leuk om nog een pompoen bij te doen en dan zo'n zwarte vogel, denk ik. Ik ga even buiten beeld even in mijn boekie zoeken of ik daar een klein pompoenetje kan vinden wat al uitgeknipt is. Ik heb daarvoor trouwens die handige boeken van Pionier. En die zijn weer binnen. Daar kun je ze heel makkelijk op plakken. Kijk wel, aan die kant nog een mooie oranje pompoen. En even kijken. Er had eventueel nog een paddenstoel bij gekund. Maar weet je, ik wilde deze keer eigenlijk niet te veel doen. Ja, even in mijn gewone boek nog kijken of er nog een zwarte vogel ergens is. Liefst wel een vliegende. Even kijken. Zou er wel ergens nog moeten zitten. Hier onderaan zit nog een mooie vliegende zwarte vogel. Ik wil er geen vleermuis bij hebben. Dat is die. Die moeten we dan nog eventjes knippen. Ik draai ook meestal gewoon mijn blaadjes een beetje mee. Ik ga nu gewoon een beetje speedy knippen voor jullie. Nou, straks nog wat zwarte spetters, dat met de spetterpen, dat maakt het natuurlijk ook alweer helemaal af. We moeten de plaatjes zo nog even opplakken. Nog weer aflakken met een transparante gesso, zodat we een beetje leuke schaduw er nog bij kunnen maken. En dan zijn we alweer een heel eind. Kijk, en weet je, zo kun je dus ook gewoon een beetje ja, herfstachtige pagina's er wel mee maken. Het hoeft dus echt niet alleen maar spooky-achtig te zijn. De boeken zijn nu trouwens nog in de aanbieding, maar ik moet zeggen, ze gaan nu wel heel hard. Dus de aanbieding geldt nog tot en met vrijdag. En dan zijn ze voor €16,95 in plaats van €19,95. Gewoon omdat het ook bijna Halloween is. Dus wil jij nog zo'n leuk boek? Wacht dan niet te lang. We hebben er nog een paar. Kijk, die komt daar. Deze gaan we zo opplakken. Die zo. En die daarnaast. Laten we dat maar gewoon eerst even gaan plakken. Ja, heerlijk is dat kliederen, hè? Oh, ik kan daar ook zo blij van worden. Gewoon even lekker mee bezig zijn. Compositie een beetje bepalen van hoe je het graag wilt hebben. En weet je, elke pagina wordt anders. En je kunt het gewoon lekker helemaal naar je eigen stijl doen. Je kunt het heel vol maken. Je kunt het wat rustiger laten. Kijk gewoon wat jij wilt. Ja, er komen 5 nieuwe boeken. Wanneer precies, weet ik niet. Maar ik geloof ergens volgende maand. Even kijken, deze komt onderaan. Nou, ik gebruik hier heel vaak die platte penselen van Art by Marlene voor. Ik vind dat gewoon ideaal. Die zijn heel fijn om te gebruiken.
Dan moeten we zo meteen de teksten nog opmaken. Die gaan we daar zo een beetje naast zetten en dan doen we daar zo meteen. Oh, zij is een beetje vies geworden. Nou ja, geeft niks. Kunnen we wel weer fixen. Ze heeft gewoon buiten gespeeld en niet zo netjes opgelet. Daar komt nog een leuke pompoen. Nou, die collage medium kan je er ook gewoon weer overheen doen. Even kijken, de tekst kwam er nog op. Die zag ik net ook ergens nog liggen. Even kijken of ik dat andere gedeelte van die tekst toevallig ook nog kan vinden. Want het was iets van... Kijk eens hier. Een Harvest Wishes. Misschien dat ik die Harvest Wishes er ook nog wel bij wil hebben. Nou, we zijn er nog niet. We kunnen nog... Ik vind het jammer om dat vlindertje daar weg te doen. Nee, wat toch gewoon denk ik alleen de pumpkin kisses. Laten we dat maar doen. Pumpkin kisses gaan we opplakken. Nou, gezellig voor diegenen die nu er nog bij komen. Ik ben dus al eventjes bezig. Het is gewoon een spontane live. Kijk gewoon gezellig nog even mee. Het begingedeelte komt natuurlijk straks gewoon weer op ons YouTube kanaal te staan. Dus je kunt het gewoon weer terugkijken. Even kijken. Ik denk dat ik er niet meer plaatjes op ga doen. Dus ik kan hem nu wel even in de transparante gesso gaan zetten. Of een watercolor primer, net wat jij zelf hebt. Ik pak gewoon mijn Daniel Smit weer. Dat vind ik gewoon een hele fijne. Ik ga het gewoon even lichtjes eroverheen doen. Omdat ik dus ook weer met allerlei spullen op waterbasis heb gewerkt. En dat wil ik niet te veel uit gaan poetsen. Dus vandaar dat ik voornamelijk een beetje rondom de plaatjes die transparante primer ga doen. Nou, voor de rest, nou ja, mocht het niet helemaal netjes zijn, zeg maar, en niet overal dat zitten, dat maakt niet zo heel veel uit. Dit gaan we even weer droogpeunen. Ja, wat toch al wel een hartstikke leuke pagina, moet ik zeggen. Dat spieken wat ik er nog meer op kan en wil gaan doen, maar ik moet het gewoon niet al te veel doen. Even een slokje drinken. Ik begin even met spetteren. Spetteren doe ik deze keer met zwart en zilver. Copic Acrea. Die zijn
ideaal die spetteren gewoon heel makkelijk. Zelfs met een schaartje kan je daar heel makkelijk op tikken. Je hoeft daar niet zo heel veel moeite voor te doen. Bij deze wil ik een iets grovere doedelrandje erlangs. Dus dat kan je ook mooi met deze doen. Ook hier bovenaan. Even kijken. Dan ging ik nog een klein beetje met zilver ook spetteren. Zilver is ook altijd leuk. Ja, ik hou gewoon heel erg van spetteren. Ik vind dat leuk. Hou jij er niet van? Doe het dan ook zeker niet. Ik had van meneer Tim, kwamen er vandaag hele leuke nieuwe mask stencils binnen. Deze zijn eigenlijk voor de kerst. Maar ze hoeven natuurlijk niet alleen voor de kerst. Wij kunnen die ook hiervoor gebruiken. En kijk eens, dit motiefje is toch tof. Dat lijkt me heel erg leuk om dat her en der tussendoor te doen. En nou ja, ik weet niet of we deze nog op voorraad hebben, durf ik niet te zeggen. Ik ga hem gewoon gebruiken. En anders dan, mocht hij er niet zijn, dan link ik gewoon even een alternatief. Iets wat er een beetje op lijkt. Dit is gewoon een zwarte gelpasta. Maar het kan ook met bijvoorbeeld een zwarte structuurpasta van Dutch Doobadoo. Deze heeft gewoon hele leuke kleine motiefjes. Kijk, dat is toch leuk. Dat gaan we hier tussenin ook nog doen. En hier onderaan een klein beetje. Oh, ik hou ervan. Maar nu heb ik het 4 keer gedaan en dat klopt in mijn optiek niet. Ik doe altijd alles met een oneven aantal. Dus ik ga het ook hier bovenaan nog een beetje doen. Oh, dit is wel echt een leuk motiefje. Kijk, weet je, dat zwarte, dat haalt het nu gewoon weer helemaal op, hè? Hier wil ik ook nog iets hebben. En daar kan ik denk ik wel een beetje script nog gaan doen. Dit is trouwens de Icing Ice. En dan de Winter's Night of the Noir Reglisse. Ik zal het na de live nog wel eventjes gaan linken. Een beetje script of iets dergelijks. Ik had gisteren dit setje al gepakt en toen heb ik hem niet gebruikt. Maar die kan ik nu natuurlijk wel gaan gebruiken. Ik denk dat ik deze letters ga gebruiken. Ook daarvoor wil ik gewoon zwart gaan pakken. Even zorgen dat de letters netjes rechtop komen. Daar komt een beetje tekst. Daar nog een beetje. En daar nog wat. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Er komt nog een klein stukje van die postcards overheen. En dan meer mag je er niet op doen. Dan gaan we verder naar de afronding. Dat wil zeggen de finishing touch dingetjes.
Even kijken, die gaan we daar overheen stempelen. Je komt daar iets overheen. En die parkeren we daar nog. Nou, ik vind het helemaal leuk. Even kijken. Ik heb nu ook de zwarte inkt van Studio Light weer gebruikt. Dat is ook hele fijne inkt. Dekt ook gewoon heel goed. Even mijn handen een beetje schoonmaken. Wat gaan we doen voor de afwerking? Ik ga gewoon eens een keer proberen met deze verfmarkers. Als ik een klein beetje op mijn glasmat ga smeren. En ik er een beetje water bij pak. En een doekje. Om te kijken of we daarmee ook nog een beetje een schaduwrandje kunnen brengen. Dus achter de maan ga ik nog een beetje een schaduw doen. Nou, dat kan dus ook prima met die Copic Acrea. Ja, weet je, het is soms gewoon even een beetje testen van wat kun je er allemaal voor gebruiken, wat kun je ermee doen. Nou, ik heb ze nu liggen, dus ik vind het wel leuk om ze dan toch ook een klein beetje te gaan testen. Als dit eenmaal droog is, dan zijn ze dus watervast. Dus dan kan je er niks meer mee. Dus zorg ervoor dat je het wel gewoon gelijk netjes uit gaat werken. Achter deze vogel wil ik ook nog een klein beetje wat schaduw aanbrengen. Er komen straks nog wat witte accentjes op die vleugeltjes. Ja, en de een brengt de schaduw zo aan, de ander brengt de schaduw zo aan. Je kunt er ook heel veel werk aan besteden. Of je kan zeggen van, nou weet je, ik doe het gewoon maar een paar kleine accentjes. Dat is maar net wat jij zelf wilt. Nou, jullie merken wel, zo'n boek is gewoon, ja, in principe als je rechtstreeks in het boek werkt, het is gewoon net even ietsjes lastiger. Je moet daar voor jezelf even een handigheidje in gaan krijgen. Wat je natuurlijk ook kan gaan doen, is dat je dus weer losse pagina's in het boek gaat maken. Kijk even wat jij zelf wilt. Onder deze wil ik ook nog wat extra schaduw. Ik vind het wel leuk dat, dat de tekst toch een beetje eruit gaat springen. Poets dat ook gewoon over mijn bannertje heen, zodat het gewoon een beetje één geheel gaat worden. Rondom het meisje komen nog weer wat accentjes. Het is ook gewoon niet te donker. Gewoon even zorgen dat het gewoon, ja, dat ze een beetje weer opvalt uit die achtergrond. Zij krijgt natuurlijk straks ook nog wat leuke accentjes met een witte pen. En ook vanmiddag mag ik, net als gistermiddag, ik moet gewoon straks als de live ook klaar is, moet ik er ook gelijk een foto van maken. En zeggen van, het is klaar, ik doe er niet meer aan. Want dan wil ik gewoon weer de boel opruimen, zodat ik daarna weer met een volgend project kan starten. Dat het gewoon gelijk weer afgerond is, zeg maar. Nou,
ook Random de Vogel. Ook een beetje accenten nog. Dus een beetje eronder. Nou, je kan daar heel veel werk aan maken. Net wat ik zeg. Of je kan het gewoon een beetje tussendoor doen. Kun je die vlekjes op de sjaal van het meisje niet wegwerken? Ja, daar ga ik straks nog even mee bezig. Dat komt helemaal goed nog. Kijk, onder die pompoen komt nog wat extra schaduw. Onder de voetjes. Maar ja, ze moet natuurlijk wel ergens op staan. Ze kan niet zomaar in de lucht zweven. Bij deze pompoen gaan we ook nog een beetje schaduw eronder maken. En dat gaan we aan deze kant ook nog een beetje doen. Ja, weet je, die schaduw, dat maakt het gewoon helemaal af. Even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Wat gaan we nog meer doen? We gaan hier nog een beetje schaduw brengen. En daaronder nog. Dan gaan we eens eerst even onze witte gelpen erbij pakken. Ik wou bijna zeggen de gele pen. Maar we doen een witte gelpen. Dan denk ik dat ik nu diegene heb die bijna leeg is. Kijk, deze doet het beter. Meestal op de wangetjes wat stipjes. Een paar kleine highlights in de haren. Bij het jurkje nog. Daar nog. Ja, weet je, ik kreeg al allerlei reacties van, ja, het ziet er bij jou zo makkelijk uit hoe je dat doet. Bij mij gaat dat niet zo makkelijk. Ja, weet je, het is gewoon ook een kwestie van, ja, loslaten. Het hoeft niet perfect te zijn en je moet niet bang zijn dat er dingen verkeerd gaan. Weet je, dit is mixed media, daar kan alles in en... Het gaat er gewoon om dat je gewoon lekker bezig bent. Nou, deze keer doe ik misschien gewoon net iets minder aan de afwerking. Ja, de ene keer doe ik heel veel aan de afwerking. De andere keer ja, heeft een pagina ook niet zo heel veel nodig. Ik pak er nog even weer mijn Pilot pen bij. Dat is een hele fijne. En dat is een soort zwarte fineliner. Die gebruikt Marta ook heel veel. En daarmee kan je ook weer hele kleine doodelrandjes nog zetten. Of je kan zoals in deze achtergrond die takjes ook nog weer een klein beetje aan gaan zetten. Je zou rondom die bloemetjes nog wat contouren kunnen doen. Ik doe soms in de vogel nog een paar kleine accentjes. Dit is gewoon een soort fineliner. Maar die heeft echt een heel fijn puntje. 0,4 mm. Dus die is echt heel gedetailleerd. Een beetje scribbles rondom die nummertjes nog. Daar nog wat scribbles. Weet je, zo kun je gewoon lekker zelf allerlei, ja, finishing touch dingen nog doen. Gewoon dat het... Ja, en
Een leuke creatieve pagina wat loslaten heet dat. Nu mis ik alleen nog wel mijn witte spetters. Ik heb nog niet met wit gespetterd. En ja, ik ben wel iemand die toch wel echt de witte pen erbij moet hebben. Oh, ik vind hem helemaal leuk. Ik kan hier wel weer blij van worden. Weet je, nu hebben we straks niet eens zo mega veel hierop gedaan qua verschillende materialen. Maar het is wel gewoon weer één geheel geworden. En daar word ik dan wel weer heel blij van. Op de maan is het natuurlijk wel leuk. De maan die straalt lekker om daar wat glitters op te doen. We doen daar met de Wink of Stella deze keer even wat glitters op. Je kan eventueel rondom deze elementen ook nog wat doodles doen en wat accentjes. Weet je, kijk gewoon even zelf. Ik ga hier nog een klein beetje met de crayons een beetje overheen poetsen. Kijk, zie je? Dan heeft zij gewoon weer een mooie oranje jurk aan. Shalom. Jurk aan, hoor meisjes, hoe kom ik erbij? Pumpkin kisses. Ja, wit spetteren gaan we wel doen. Wit spetteren met... Even kijken, waar had ik mijn doosje met de... Copic Acrea neergelegd. Ik heb geen flauw idee. Grapje. Ik heb ze net nog gehad. Ze liggen natuurlijk ergens onder. Maar waar? Nou, die ga ik gewoon zo meteen nog even opzoeken. En ik ga dus nog even met wit spetteren. En ik denk dat ik verder deze pagina gewoon zo laat. Ik vind hem leuk. Jullie niet? Volgens mij hoeft er niet meer op. Ik vind het mooi genoeg. Of doe ik de glossy accents. Toch nog weer een beetje glossy accents op die dingen. Dat worden soort dauwdruppeltjes. Ik vind het toch wel leuk. Ja, een volgende keer ga ik gewoon weer ook werken met contourliner en dergelijke. Doen we deze keer dus even niet. Nou, ik zit ondertussen nog steeds in mijn ooghoek te kijken waar ik echt die Copic Acrea heb neergelegd. Joost mag het weten. Ja, en Joost weet het. Nou, dat had ik eerder moeten zeggen. Nee, die lag niet links, die lag rechts. De glossy verkopen wij ook. Je kan de glossy accents gebruiken. Of je kan dus deze glossy, wat ik nu heb. Dat zijn, is weer van een ander merk, weet je. Elk merk heeft zo zijn eigen dingen. En ik vind dit merk ook wel heel fijn. Af en toe moet ik ook gewoon wat testen en daarom gebruik ik de ene keer dit, de andere keer dat. Heb jij bijvoorbeeld een ander soort in huis, gebruik dat ook gewoon. Je kan de Glossy Accents gebruiken, dit is dus van het merk Anita's. Je kan er zelfs ook nog heel goed mee lijmen, want je kan het ook als lijm gebruiken. Je kan hier nog weer van alles overheen strooien als het nog nat is. Er zijn heel veel mogelijkheden. Nou, ik ga dit hierbij laten. Ik ben er zelf weer heel blij mee. Ik ga verder ook, ik denk dat ik alleen nog even met een zwarte inkt heel lichtjes langs de zijkant ga poetsen. Ik wil toch een soort blending randje
langs de zijkant hebben. Dat die zijkant gewoon nog net ietsjes donkerder is. We kunnen ook met inkpad heel iets aanzetten. En dat is echt het allerlaatste wat ik doe. Dan ga ik er zo echt een foto van maken en dan komt er niet meer op. Foto ga ik nog weer uploaden. Filmpje ga ik uploaden en dan hoop ik dat ik jullie met dit Spookies boek dus weer kan inspireren. Dat je dus niet een echte Halloween, maar ook gewoon allerlei andere soorten pagina's mee kan maken. Ja. Ik wil jullie weer bedanken voor de gezelligheid. Ik zie wel dat ik heel veel bende heb gemaakt. Dus wij gaan even netjes nog opruimen. Ik wil jullie alvast een hele fijne avond wensen. Ik heb deze keer dus gewerkt met de kleuren van de crayons. De kleuren zijn Hickory Smoke en Tea Dye. Producten ga ik nog linken. Voor nu heel erg bedankt weer en heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!